Hallo, ik ben Marcel Jinninga, voorzitter en oprichter van Stichting Strijd tegen Misbruik. En ik wil jullie met deze boodschap, videoboodschap, wil ik jullie allemaal bedanken van jullie steun, wat ik privé heb gekregen, maar ook gigantisch veel mails en steunbetuiging wat ik aan de kaak heb gesteld. Met dank aan de journalisten van de Duitse NDR Panorama en Der Spiegel. Die hebben natuurlijk het onderzoek gedaan op het dark web. En daar hebben ze kinderporno gevonden van mijn dochter. En niet alleen van mijn dochter, maar ook van andere kinderen. En daarom wil ik met deze boodschap ook een punt maken dat wij nog lang niet klaar zijn tegen kindermisbruik. En ik ben al vanaf 2009 aan het strijden en ik blijf strijden. Niet alleen voor mijn kinderen, maar ook voor jullie kinderen. En vandaag sta ik in de Spiegel, in deze uitgave 49. En er zijn ruim 3 pagina's vol en daar heb ik mijn verhaal gedaan. En ik ben al een tijdje mee bezig met dit dark web. En ik was hier al een tijdje op de hoogte, maar eindelijk kon ik dat gisteren in de openbaar gooien. Wegens het onderzoek, want ik moest me best wel stilhouden en ik wist wat er aan de gang was. En ik vind wel dat ik dat aan jullie moet vertellen, maar ook de Nederlandse overheid moet wakker worden, want onze kinderen moeten beschermd worden en dat gebeurt totaal niet. En Nederland heeft ook het verdrag van Lanzarote ondertekend. En daar staat ook duidelijk in dat kinderen beschermd moeten worden tegen seksueel misbruik en geweld. En Nederland houdt daar gewoon niet aan. En dat is nou mijn punt om de regering wakker te schudden. En ik hoop echt dat jullie mij met de Stichting Strijd tegen Misbruik ondersteunen. Want alleen kan ik het niet. En ik heb best wel veel bereikt. Maar met jullie steun, met jullie donatie, met sponsoren, kan ik, met mijn team, kan ik meer dingen bereiken om onze kinderen te beschermen. Zoals jullie weten, hebben wij als ouders de vereniging Martijn verboden gekregen in 2014. We hebben het pedofielenhandboek, het pedohandboek, verboden in Duitsland. In Nederland is het nog niet verboden, daar ben ik nog druk mee bezig. En ik ben druk bezig in Brussel om het Europees te verbieden in 27 landen. En nu ben ik bezig, wat er nou bijgekomen is, is het dark web. Waar dus mijn dochter verspreid is op het dark web. Maar het is niet alleen mijn dochter, maar het zijn ook jullie kinderen die gedeeld worden op deze platforms. En daar strijd ik voor. Niet alleen voor mijn kind, maar ook voor jullie kinderen. En ik ben jullie echt dankbaar dat jullie met grote aantallen mij steunen, ondersteunen. Mijn stichting, waar wij een vaste grond hebben gezet en een naam hebben gemaakt. En ik ben best emotioneel en ik heb ook best een brok in mijn keel nou. En ik vind dat dit gewoon echt aan de kaak moet gesteld worden. En zonder jullie hulp kan ik niet verder werken. En nogmaals dank en blijf ons sociale media in de gaten houden. En dan worden jullie op de hoogte gehouden. Alvast bedankt.